De romantiek van het boerenleven. Dat is de titel van een tentoonstelling die in Museum Valkenburg te zien is. Een hele actuele tentoonstelling, want ja, we zijn allemaal in de ban van de boerenprotesten en de stikstofproblematiek. We weten het allemaal. De tentoonstelling geeft daar geen oplossing voor, want dat is aan de politiek. Maar wat hier te zien is, dat is het boerenleven zoals dat zich 60 jaar geleden in Limburg afspeelde. Er waren twee kunstenaars die waren gefascineerd door het landschap, de boeren, het vee, de kippen, de varkens, noem maar op. En wie waren die twee? De een is Rob Brouwers, een echt kind van de voerstreek in Belgisch Limburg. En een boerenzoon, want zijn ouders hadden een boerderij in Martensvoeren en hij is altijd in Voeren blijven wonen. Hij vond zijn inspiratie gewoon in het landschap en de mensen om hem heen. Bij Jacques Vonk is het een heel ander verhaal. Jacques komt uit het zakenmilieu, uit Rotterdam. Een Hollander dus, zoals we hier zeggen, van boven de rivieren. Zijn ouders hadden een grote zaak in groente, fruit, met eigen landerijen, met eigen kwekerijen. Ze waren bemiddeld. En ja, het was eigenlijk de bedoeling dat Jacques ook in de zaak zou gaan. Maar daar had hij helemaal geen zin in. Jacques was een dissident buitenbeentje. Hij schilderde graag, hij tekende graag en hij zou naar de kunstacademie gaan. Nou, na lang morren kreeg hij zijn zin. Hij is naar Maastricht gegaan, naar de Jan van Eyck Academie. En daar met vlag en wimpel, anders gezegd, cum laude geslaagd. Hij ging nooit meer terug naar Rotterdam, maar bleef in Limburg. Dat was zijn oase. En kunst is zijn roeping. We zullen het zien. Hier staan we in de zaal waar de prachtige werken van Rob Brouwers hangen. Een feest om naar te kijken. Er is ook heel goed de ontwikkeling zichtbaar die Rob Brouwers doormaakte. Het oudste schilderij hangt hier, 1966. De bietendunner. Je ziet heel duidelijk dat hij daar nog zoekend is naar zijn stijl. Dit is de stijl van Permeke, waar hij helemaal door gefascineerd was. Daarnaast staat een werk van Jacques Vonk. In vergelijking daarmee heeft Jacques veel meer een primitieve stijl, zou je kunnen zeggen. Maar het werd ook wel een verhalende stijl genoemd. Want Jacques heeft een verhaal in zijn schilderijen gelegd. Het boerderinnetje, het crucifix voor de boerderij. Daar zie je dat het meisje gaat hooien, riek op haar schouder en ze hoopt maar dat het niet gaat regenen. En dan passeert ze het crucifix en dan denkt ze, nou, Herjot, help toch, wil even het druk blijven, joh. We moeten de huid binnenhouden. En je hoopt ook maar dat ze die leuke boerenknecht ziet waar ze stiekem een beetje verliefd op is. Laten we nou eens kijken naar die boerenkoppen van Jacques Vonk en Rob Brouwers. Een groot verschil in stijl. Ja, Jacques die zette ze met forse penseelstreken neer. En je ziet dat deze boeren en boerinnen echt geen gemakkelijk leven hebben. Ze moeten waarschijnlijk heel hard gewerkt hebben. Hoe is het nou bij de boer van Rob Brouwers? Een vriendelijke, aardige meneer, want Rob vond zijn modellen dicht bij huis. Je ziet het dorp hier nog op de achtergrond aanwezig. Koe erbij, appeltjes. Dit is de stijl geworden uiteindelijk van Brouwers. De verf werd laag voor laag opgezet. Opgezet, weggekrast. Opgezet, weggekrast. Het duurde heel lang voor Rob Brouwers tevreden was over zijn boer. Maar nu zien we ook een echte tevreden boer. Zouden ze nog echt bestaan in deze tijd? Rob Brouwers schilderde indringende portretten van mensen. Het zijn geen mooie mensen die hij neerzet. Je ziet dat ze aan het werk zijn. Ze hebben het druk. De stroopstoker bijvoorbeeld, dat is echt een beeld van de streek hier. Veel boeren stoken de stroop van het fruit dat valt rond deze tijd. Een boerin
Xiang. En dan hier, de drinkenbroer, Ogerum. De fles en het glas zijn leeg. Dat is toch wel erg. En dit is een van mijn favorieten. Treeske met het biggetje. Ach, ach, wat schattig. Hoe lang zal Rob daarop geschilderd hebben? Net als de violist. En prachtig vind ik de twee schilderijen van zijn grootouders. Als je nou echt boeren ziet die hard gewerkt hebben en die uitrusten van het werk, dan is het het echtpaar dat we hier zien. Het echtpaar Meertens, de grootouders van Rob. Schitterend. In onze voorgesprekken voor deze tentoonstelling heb ik aan Marieke Brouwers, de vrouw van Rob, gevraagd hoe hij als boerenzoon nou over al die protesten dacht. Hè? Dat was nog net in de tijd dat de wegen verstopt waren door de trekkers en ze gingen naar Den Haag. En nou, een heleboel gedoe. Zou hij daaraan meegedaan hebben? Zou hij misschien er wel een schilderij aan gewijd hebben? Nou, zei Marieke Brouwers, dat denk ik wel. Hij stond natuurlijk als boerenzoon aan de kant van de boeren. Maar hij hield niet van geweld. Hij zou een punt hebben gemaakt, maar hij zou dat op een ludieke manier hebben gedaan. Met een saxofoon, met een gleesgebeer. Hij zou duidelijk zijn geweest. Waar gaat het om? Dat moet opgelost worden. Maar op zijn eigen creatieve manier. Ik vond dat een mooi statement. Ja, en na al dat werken mocht er ook gegeten worden. Lekker gegeten. De tafel staat gedekt. En je ziet hier een specifieke stijl van Jacques Vonck. De tafel staat zonder perspectief tegen de muur. De man zonder perspectief werd hij ook wel genoemd. En we zien de tafel gedekt met heerlijke zuidvruchten. En niet te vergeten het Moedergatske, dat hoorde er ook bij op tafel. Eet smakelijk. En dit is de familie waar de tafel gedekt staat. Helemaal op hun zondags gekleed wachten ze op de bezoekers die gaan komen. En dit was natuurlijk dan het prachtige einde. Jongen en meisje hebben elkaar gevonden en ze gaan trouwen. Gefeliciteerd. Een lang en gelukkig leven gewenst. Kom binnen en proef de sfeer in de werken van Rob Brouwers en Jacques Vonck. De romantiek van het boerenleven toen, 60 jaar geleden. De expositie is te zien tot 22 januari 2023. Tot volgend jaar dus.